Iedereen, welkom op mijn kanaal, welkom terug en dank u om terug naar de video's te komen kijken. We gaan vandaag voor de derde keer Remix Bout open doen. Hier is de box al vast. Remix Bout met deze Big Tree op de deus, echt kei mooie deus. Kei mooie set ook. Echt, we hebben al fantastische kaarten gepoeld in de vorige twee boxbreaks van deze set. Echt waar, professor ook. Ik hoop dat we vandaag weer vaak gaan mogen zien. Elke keer als professor ook in een pak kwam, hebben we een van de drie starters gepoeld. En ik heb hier al een Venusaur en een Blastoise klaarstaan. En hier staan nog een pootje gereed voor de Charizard die eventueel gepoeld kan worden vandaag. Fingers crossed dat dat kan gebeuren en hopelijk is het wel voor iemand van jullie. We gaan niet langer wachten, we gaan er direct aan beginnen. Let's go! Zoals altijd een beetje struggelen om die plastic hier los te krijgen. Niet anders deze keer. Ja, oké, we zijn binnen. Pootje is al gevallen. Ah, professor Oak. Staat hij eigenlijk op de deus? Nee. Professor Oak, ik hoop dat je vandaag ons weer kunt blessen. Met uw geluk. We gaan het direct open doen. We kennen het al. Hopla. 30 pakjes. 30 kansen om mooie kaartjes te poelen. Ik ga ze er allemaal uithalen. We gaan ze shuffelen. En dan kunnen we aan de break beginnen. Let's go! Oké. Dertig packs zijn geshuffeld. We gaan eraan beginnen. Ik ga het hier schoenetjes gereed zetten. In deze boxbreak ga ik zelf ook packs open doen, maar dat is voor het einde. Ik ga tegen Tank een 10 versus 10 packs battle doen. We gaan zien wie dat de mooiste kaartjes heeft in zijn 10 packs. Hè. Maar eerst gaan we beginnen met Maxime. Maxime met 1 pakje. Maxime, merci maat. One pack magic voor Maxime. Ik ben benieuwd wat erin gaat zitten. Merci alvast, Maxime. We beginnen alvast met deze trainerkaart. Veel succes, maat. Tepic. Golduck. Absol. En Beware Regular Rare. Merci toch om mee te doen. En dan gaan we direct naar de volgende. De volgende is Rens met 2 packs. 2 pakjes. Het is de tweede keer dat Rens meedoet. Merci om mee te doen, Rens. Ik hoop dat je blij bent met je vorige kaartjes. En dat we nu ook toffe kaartjes kunnen poelen. Ik ben alvast benieuwd wat je in je eerste pakje gaat hebben. We beginnen hier met een energy. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Heracross. Rotom. Passimian. En Marshadow Regular Rare. Tweede pakje. We gaan zien wat dat je nog kunt hebben. Let's go. Ik zag precies al iets blinken. Oh-oh. Ik zag precies al iets blinken. We beginnen met Trevenant. Pangoro. Ponyta. Pawniard. En... Bisharp. En... Oeh, een Bike Holo. Het blinkt, het is een holo. Niet de holo die iedereen wilt misschien, maar toch een blinkend fietsje. Daar waren we toch ook altijd content mee, als we klein waren. Rens, merci om mee te doen, maat. Dat waren nu 2 packs. We gaan direct naar de volgende. En dat is ook een pack battle. 3 packs voor Stan versus 3 packs voor Bob. We gaan dat doen, gelijk de vorige keer, met Fedra en Glenn. Dat was echt plezant. We hebben de packs van Stan en de packs van Bob. We gaan elk om de beurt de packs knopen doen. En we gaan zien wie dat de beste pools heeft. Veel succes allebei. We gaan beginnen met een pakje voor de Stan. We gaan zien wie dat er hier kan winnen. Uit de 3 packs. Veel succes allebei. Oh. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar ik denk dat er hier al een eerste mooie hit gaat komen voor Stan. Let's go, let's go. Phantom en... Oh, een van de starters
geen Professor Oak gezien. Maar hier is Blastoise en Piplup GX als eerste pool. Verstand in een sleeve. De eerste treffer Verstand is binnen. We gaan zien of dat Bob kan terugvuren. Met een hit van zichzelf. Eén pool al van deze Bucks. Let's go, let's go. Veel succes, Bob. We gaan zien of je de stand kunt bijwenen. Let's go, let's go. Tangela. Meowt. En... Abominable regular rare. 1-0 voor Stan. Eerste ronde is binnen, Stan. We gaan zien of je de tweede ronde ook kunt winnen. Veel succes. Hier is je tweede pakje. Professor Oak. Ga je ons hier soigneren? Ga je ons hier soigneren? We gaan het hier direct weten. Oh, een NT. Dat is toch ook een mooi kaartje. De professor ook niet. Is hij doorbroken? Ik weet het eigenlijk niet zeker. De vorige keer was het toch precies zo duidelijk. Bob, we zullen zien. Bob, uw tweede pakje. De NT, een regular uncommon. Niet hollow dus. We gaan zien of dat Bob erover kan gaan. Bob, veel succes man. Hier gaan we. Phantom. En... ook een NT! Gelijk. We hebben weer een gelijkspel. We hebben met Glenn en Fedder was het ook gelijkspel. Dus terug opnieuw. Kom het aan op de laatste twee pakjes, want het telt voor 2 punten. Stan, jij staat voor met 1-0. Dus ik ga Bob voorrang geven en zijn pakje als eerste open doen. Het is voor 2 punten. Veel succes allebei. We gaan zien wie dat de overwinnaar wordt van deze pack battle. Oh, spannend. Spannend. Delmais. Pangoro. En... oeh, een Persian GX. Bob, jij hebt de full art, de secret rare hiervan. Nice. Mooie pool. Gaat Bob met deze kaart de overwinning behalen? Ik ben benieuwd. Stan, we gaan zien of jij toch nog... na dat eerste pakje, naar je Blastoise, de overwinning kunt binnenhalen. Ik ben zeer benieuwd. We beginnen alvast met Tro. Duskmaar. Energy. En... oeh, Holo Victini. Dat wil zeggen dat Bob toch nog met zijn Ultra Rare Pool de Pack Battle wint. Wat een mooie Holo verstand. Holo Victini. Mooi kaartje. Zie keer. Mooi kaartje, Stan. Mooi kaartje. Op zijn kaartjes. Deze Persian. Ze komen uw kant uit, kopijs. Merci om mee te doen. En merci dat je ook zo'n pack battle wou doen. Het was plezant. De overwinnaar was... was nu Stan of was Bob? Bob. Of is dat maat? De volgende. Jolijn, dit is voor u, hè. Deze pakje is voor u, hè. Dat staat hier naast mij, dus ik kan hier direct, als hier iemand durft schreeuwen, dan denk ik het niet alleen, oké. We gaan zien. Oké, spannend. Oké, Jolijn, uw pakje. We beginnen met Trevenant. Golduck. Krabbaler. En... oh, Wailord, regular rare. Nee, dat walvis is ook niet al, hè. Ja, hier, pak de koeten maar. De hoofdattractie van deze avond. Tank versus Lemois. 10 packs versus 10 packs. Wat gaat er hier allemaal gepoeld worden? 10. Oké. Tank, zeg je gereed voor... 10 pakjes voor mij, 10 pakjes voor u. We gaan beginnen. Veel succes, maat. We gaan uw pakje al eerst open doen. Oké, nu is mijn hart echt wel aan het kloppen. Het is al even geleden dat ik zelf nog packs heb geopend. En Remix Bout is echt wel een heel toffe set. Dus ik ben wel blij dat ik die nu in een pack battle tegen de tank open doe. En... sorry voor de mensen die daardoor geen pick hebben, maar geen nood. Er komen nog veel boxbreaks aan. En zeker ook nog van Remix Bout. Dus zeker blijven checken totdat we die nog eens doen. Maar dank, we gaan beginnen met het eerste pakje van onze pack battle. Veel succes, maat, dat de beste mogen winnen. Phantom, Tangela.
En Victini, een holo als eerste pool. Direct een holo uit zijn eerste pak ga ik daarboven kunnen gaan. We gaan direct zien met mijn eerste pakje. Veel succes. Ah, dank u. Let's go, let's go. We beginnen met deze energy. Amai, ik heb stress. Energy. Meowt. En oeh, de eerste ronde gaat naar Tank. Aangezien ik een gewone regular rij heb. 1-0. Oké. Dan doen we eerst mijn pakje open. Oké, Tank, ik moet hier al direct een achterstand goed maken. We gaan direct zien hoe ik dat kan doen. Je staat alvast 1-0 voor. We beginnen met deze trainer. Ah, wat gaat het zijn? Stuffel en deze. Ah, ik ben zijn naam al vergeten. Ik heb daar zijn bieter zelfs nog opgezocht. Tank, nu ga je al de Pokémon's beter weten en waarschijnlijk ook betere pools hebben. We zien wat er in uw pakje zit. En of dat het 1-1 is of 2-0. Let's go. Tweede pakje voor de Tank. We beginnen met deze Alolan Muk. Crabowler. Duskull. Trainer. En nog een holo. Dat wil zeggen dat hij nu 2-0 voor staat. Ja man, 2-0. Dat wil zeggen dat we terug een pakje van mij gaan open doen. En nu moet ik zeker een achterstand goed maken. Maar dat is niet erg. Elk pakje dat ik open doe, dat is echt een plezier. Zowel voor mij als voor jullie. Derde ronde. We gaan hier een keer zien of dat ik hier mijn achterstand kan goedmaken. Golduck, trainer en... Oeh, daar is mijn eerste holo sausbuck. Yes, yes, yes. Dat betekent deze dat ik mijn eerste punt ga binnenhalen. Of gaat een Tank hier nu gewoon nog iets beter poelen als een holo? Ah, het zou weer al moeten lukken, hè. Het zou weer al moeten lukken. We gaan zien. Wie wint de derde ronde? We beginnen met Energy. Meowt. Tangela. En... Oh! De Charizard van een Tank! Hij poelt iets beter! Go, let's go, Tank! Uw eerste starter is binnenwaard. Jutok. Hij is voor u, man. Hij is voor u. Proficiat. 3-0. Jutok, 3-0. Oké. Ja, ik kan het moeilijk nog goed maken, hè. Tenzij de secret rare bij mij zit. Maar ik geef niet af. Vierde ronde. Let's go. Trainer. Energy. Crabowler. De Skull. En regular rare. Beware. Tank is hier mij zwaar aan het maken. Ach ja. Ik gun het u zeker, Tank. Ik gun het u zeker. Ga je de vierde ronde ook naar huis nemen? We beginnen alvast met een Manaphy. Grimer. Rapidash en Holo Kyogre! Weer een overwinning voor Tank. Ai. Ik had een andere stapel moeten kiezen. Ik voel het al. Jutok. Oké, volgende pakje. Ronde 5 is dat, denk ik. Hè. We zijn half weg. Ik probeer de moed, de spirit hoog te houden. En als ik nu moet ik dus 5 pakjes op een rij winnen. En dan kan ik nog winnen. Boom! Winnen mijn trainer. Let's go. Absol. Delmais. En toch de eerste holo. Wel niet de schoonste van alle set, maar toch een holoke. We gaan even zien of dat Tank kan terugvuren. Ook met een holo. Of ja, zoals daar ze biedt met een Charizard. Iets beter. Let's go. We doen eentje naar voren. Veel succes, Tank. Doe maar. Let's go. Psyduck. Rapidash. En... Oh, de eerste overwinning is binnen! Come on! Amai, de eerste overwinning voor mij is binnen. Hoeveel pakken zijn we er nog over? 1, 2, 3, 4, 5. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Dat wil zeggen dat het 4-1 is voor Tank. We zitten nu in de tweede helft van de opening. Ga ik nog kunnen winnen? Dan moet ik alles winnen. Kom op. Wie nou was met Tank zijn pakje? Let's go. Wailmer. Heracross. Stuffel.
En marche door. Ga je kunnen terugvuren. Pakske. Hoppa. We doen dingen open. Nee, tank. Tank wou eerst bij 3 pakken. Hij zei, ja, bij remixbout heb ik daar niet zoveel chance bij. Ik zie het, jong. Ik zie het. Bon. We gaan voort doen. Ga ik over de Marshadow. We beginnen alvast dit met deze Zangoose. Poundyard of Bisharp. Ik ben altijd mis. Mijn excuses. Pengoro. Psyduck. En... let's go! De Charizard! Let's go! Let's go, tank! We moeten gaan kennen! Jolene! Oh yes, remix boat! Vlaart, maat! Let's go, pack battle! Oké. 4-2, maar we gaan voort. 4-2, dat wil zeggen, tank, uw pakje gaat eerst open. Wanna pack battle! Oh my, remix boat! Beste set ooit! Na Shiny Star V. We gaan daar ook nog een keer een opening van doen. Opwijzen. Wow, remix boat! Let's go! Manaphy. Delmeis. Absol. En... deze dikke varken in brand. Ik ben aan het terugkomen, hè. Ik heb te veel stress. Oh, wat een toffe video. Yes, man. Let's go. Merci trouwens om te kijken allemaal naar deze pick battle van mij en Tank. Ik ben benieuwd wat we nog allemaal gaan zien. We hebben elk al een Charizard gepoeld. Let's go. Ik ga zien of ik hier de 4-3 kan maken of niet. Wilmer, Heracross, Rotom en Abominable. Ja. Dus dat is een gelijkspel. Dus dat wil zeggen, voor 2 punten. Oh, Tank, wat een opening, maat. Ik ben content dat je hebt voorgesteld van, gaan we geen pick battle doen? Ik zat al met gedachten in mijn hoofd van, ik wil zelf nog eens packs open doen. En dan met de vorige keer Glenn en Vedra, die ook een battle wilden doen. Dat was een keigoed idee, echt waar, dat ik daar nog niet eerder aan had gedacht. En voilà. Prachtig, let's go. Oké, tank, voor 2 points. Rapidash. Deze Longneck en... Guzzlord Holo. Wel een Holo pool. We gaan zien of ik daar boven kan gaan. let's go. Remix Bout, zotte kaartjes die je mocht verwachten. Niet in elk pakje een hit, maar dan nog die box open doen is echt zo'n plezier. Maar echt zo'n plezier. Let's go. Ponyta. Stuffel. Oh, 2 punten voor Tank. Dat wil zeggen dat het 6-2 is en ik dus niet meer kan winnen. Tank, alvast proficiat, maat. Dan gaan we gewoon de packs nog open doen. We gaan voortdoen. Wie weet kunnen mij nog volledig naar huis spelen. Of kan ik nog wat eerredders maken. Alvast, merciekes voor de pack battle te willen doen. Ik hoop dat je blij bent met je kaartjes. Ik ben alvast blij met die van mij. Let's go. Muk begin ik mee. Rotom. Passimian. Grimer. En deze holo. Toch nog een holo pool. We gaan zien wat er in uw pakje nog zit. Ik denk dat er nog een secret rare moet komen, Tank. In wie zijn pakje gaat de secret rare zitten? Normaal zit er in die standaard Japanse boxen 1 secret rare. Wie gaat hem hebben? Daar kunnen we wel nog voor bettelen. Trevenant, Absol, Trainer, Delmais en ik heb toch nog een eerder kunnen maken. Let's go. Ook nog 1 pakje. Als de poolreeds zouden moeten kloppen, zou er in 1 van deze 2 nog een secret rare moeten zitten. En nu hoop ik dat er 1 in zit, want anders had ik hier weer eigenlijk mijn dwaas te zeggen. Ah ja, secret rare. Ik ga je zien, in een minuutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas, in een minuutte is de paas. Oké, we beginnen met mijn pakje. Veel succes, Tank. Ik zit hier al vanaf die Charizard, met een boekend hart en mijn adrenaline steunen dat geen naam heeft. Dus als hier nu nog een secret rare wordt gepoeld... Oh nee! Dat wil ik zeggen. Golduck, Krabouwler en Holo
Joker, toch ook een mooi kaartje. Maar dat zou willen zeggen... Oh, amai, ik word er een beetje duizelig. Ze biedt volgende keer nog van mijn zus. Dat gaat allemaal te zien zijn, maar wat dat de laatste kaart is. Dank, ik hoop het echt voor u, maat, dat deze secret rare is. Het zou moeten... Oké. Professor Oak, kom aan, maat, voor een tank. Voor het laatste pakje van de box. Voor de tank, kom aan, succes, maat. Psyduck, kom aan, je zit daar ook zo. Pessimium, Grimer. Oh, geen starter, maar wel deze mooie Hologroudon. Alle twee, één van deze mooie legendaries gepoeld bij ons laatste pakje. Dat is wel een hele mooie afsluiter. En ik ga er nog even onze poels even bovenhalen. En dan dienen van u, tank. Waar is hem? Hup. Prachtig kaartje. En wat had ik voorspeld? Yes. Starters trio complete. Woehoe. Wat een opening weer al, wat een opening. Tank, merci voor de pick battle. De rest van de openers, merci ook. Merci aan iedereen die heeft gekeken. Wat een prachtige opening weer. Oh, ik kijk er al naar uit om die video opnieuw te zien en te editen en zo. Sorry aan iedereen als ik veel te luid heb geroepen en als uw volume nu op 1% staat. Ze zullen mij hier beneden ook wel gehoord hebben. Merci om te kijken. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Zoals je kunt zien, ik dubbel en dik. Tot in de volgende. Blijven catchen, blijven verzamelen. En dan zie ik jullie in de volgende. Ciao, ciao. Let's go!